Dan open ik hierbij de raadsvergadering van de gemeente Haren van 14 februari 2019. Gaat u zitten. Dames en heren, alvorens ik de aanvraag van de schorsing het woord geef, wil ik wel aangeven dat we nu naar een onderwerp gaan waar veel mensen hier vanavond voor aanwezig zullen zijn, maar wat gevoelig ligt. En ik wil u allen hier in de raad ook oproepen om daar binnen de regels zoals wij die met elkaar afgesproken hebben, dus met respect voor elkaar en voor personen, om daarmee om te gaan. En daar zal ik als voorzitter ook streng op toezien. Ik geef het woord aan de indiener van de aanvraag van de schorsing, de heer Van der Brand. Ja, dankjewel voorzitter. En ik sluit me graag bij uw woorden aan. En dat geeft ook wel aan hoe gevoelig het onderwerp is. En ja, gelukkig hoe weinig we daar ervaring in hebben. Want het is gewoon een hele vervelende situatie. Iedereen weet dat de burgemeester op het moment ziek thuis is. Sommigen wel, sommigen niet, hebben ook een reactie van haar gehad waarbij ze ook bepaalde emotie toont. En ik zal die niet herhalen, maar ik vind dat wel heel, heel, heel vervelend. Het gaat, voorzitter, vooral ook om het proces. En dan kijk ik echt ook naar de andere raadsfracties. En het proces is dat wij hier een raad hebben met 15 raadsleden. Die ongeveer 10 maanden nu een college hebben, bestaande uit de wethouders en onze burgemeester. Waarbij nu toch een beetje als donderslag bij heldere hemel ineens een bericht rondgaat. Wat wij in eerste instantie kregen van onze voorzitter, de voorzitter van de raad over haar ziekteverlof met een onderbouwing. En daarna is er van alles in publiciteit gekomen en is er van alles gezegd dat je je ook afvraagt van wat is er waar, waar mag je wel over praten, wat moeten we er gewoon buiten houden, wat is emotie. Vandaar, voorzitter, hebben wij ook heel zorgvuldig tot en met de schorsing van net met elkaar afgewogen welke motie we indienen. We hebben twee moties gemaakt die letterlijk hetzelfde zijn op de titel na. En het belangrijkste punt van beslissing om een motie van afkeuring in te gaan dienen, dat willen we ook doen met twee partijen, is het belang van onze gemeente. En we hebben daar op diverse punten gehad en dan voor een aantal weken weer. Het belang van onze gemeente is wel dat wij een college hebben. Want er moet gewoon hard gewerkt worden, er moet heel veel gebeuren. En een college wegsturen, de motie van wantrouwen zou dat kunnen betekenen. Wij vragen ons af of we daar op dit moment onze gemeente en inwoners mee dienen. Voorzitter, ik denk dat het toch terecht is dat we wel ook binnen het proces een paar vragen stellen. We zijn namelijk als fractievoorzitters dinsdag geïnformeerd. Ook vanavond zijn er een aantal raadsleden, we hebben informatie aanwezig geweest. Wij willen toch graag, voorzitter, weten van laat ik het anders zeggen. Wij hebben eigenlijk vanaf het begin van deze coalitie best wel signalen gekregen, maar nooit gehoord dat de situatie zo erg was dat er afgelopen dinsdag door het college een voorbereid plan lag waarbij de burgemeester, onze voorzitter, met ziekteverlof is gegaan. Dus onze vraag is eigenlijk, is dat dusdanig ook zo gegaan dat het voorbereid is? En het vervolg daarvan is natuurlijk, waarom zijn wij als raad daarvan niet op de hoogte gebracht? Daaraan gekoppeld een tweede vraag, en dat is ook nadrukkelijk in de publiciteit gekomen, ik heb er zelfs vanavond nog wat appjes over gekregen. Is het zo, en die vraag wordt ook ingegeven doordat wij als raadslid van onze voorzitter een mailtje op een heel ander mailadres hebben gekregen, van een heel ander mailadres als we zijn gewend zijn. Is het zo dat onze voorzitter niet meer kan beschikken over haar mail, moet ik zeggen, haar mailbox, haar mailaccount, en ook zelfs hier niet in het gemeentehuis kan komen? Dus de vraag is, de tweede vraag van, is dat zo? Dan denk ik, voorzitter, dat, want er is nogmaals heel veel van te zeggen, dat ik gewoon namens VVD Samenwerking 95, en ik zal hem dan ook aan u dadelijk overhandigen, een
motie van afkeuring wil indienen. Het voorstel is afkeuren van de handelswijze van de wethouders. En constaterende dat, en dan sla ik even de datum over, de burgemeester zich afgelopen dinsdag heeft ziek gemeld. De burgemeester in een mail aan alle raadsleden heeft laten weten dat is gebleken dat er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen haar en de wethouders. De burgemeester in dezelfde mail constateert dat verstoorde verhoudingen en verschil van inzicht hieraan ten grondslag zouden liggen. Wethouders krachtens de gemeentewet geen enkele bevoegdheid hebben in het proces van herbenoemen, schorsen of ontslaan van een burgemeester. Overwegende dat de wethouders op eigen initiatief hebben gehandeld, de gemeenteraad van Haren hierbij volledig is gepasseerd, de gemeenteraad van Haren, dus haakjes de fractievoorzitter, hierover pas laat en vervolgens ook onvolledig is geïnformeerd, dit een onacceptabele gang van zaken is en dit proces op alle fronten niet valt goed te keuren. Keurt de handelswijze van de wethouders zeer af en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. De motie wordt op dit moment rondgedeeld. Dank u wel. Ik kijk even naar het college. Of er behoefte is bij het college om op deze motie te reageren. Hoe lang? 5 minuten? We beginnen met 1 keer 5 minuten schorsen. Heren, ik wil de vergadering heropenen. Dus de raadsleden verzoeken om hun plaatsen weer in te nemen. Dan geef ik het woord aan het college die de schorsing aangevraagd hebben. Wie mag ik daarvoor uitnodigen? Wethouder Blondel. Dank u wel, voorzitter. Er zijn net ook aan ons direct twee vragen gesteld. In de eerste plaats is de vraag gesteld of er voorbereid plan was en waarom de raad, als dat zo was, daar dan niet van op de hoogte is gebracht. En de tweede of de account en mailadres afgesloten is, ja of nee. Nou, op de eerste kan ik u zeggen, voorbereid plan, nee, dat was het niet. We hebben met elkaar geconcludeerd dat er een onwerkbare situatie is ontstaan en daarop heeft de burgemeester zich ziek gemeld. Dus het was geen voorbereid plan en vandaar dat u ook daar niet over geïnformeerd bent, ja, wat er niet is. En de tweede vraag was voor u, is het account mailadres afgesloten, ja of nee? Op dit moment is het mailadres gewoon weer in orde. U heeft gelijk dat die even afgesloten is geweest, dat is niet goed en dat hebben we ook zodra we dat begrepen meteen hersteld. Evenals de toegang. Voorzitter, ja, want dat was niet goed dat dat afgesloten was. Dat mocht niet. Dat mocht u als wethouders niet doen, begrijp ik. Dat is waar. Ja, zodra wij dat beseft hebben, hebben we dat hersteld. Mag ik een vraag stellen? Is het gebruikelijk als iemand zich ziek meldt, dat dan het account wel wordt afgesloten en de toegang tot de werkplek wordt gesloten? Volgens mij, mevrouw Schell, is dat zojuist beantwoord dat dat niet is en dat het ook hersteld wordt. Nou, ik begreep dat specifiek. Ik wil het algemeen vragen. Voor een werknemer. Niet akkoord. Wilt u nog iets toelichten over de motie verder? Of? Wij denken de motie is voor u ook als raad om eerst iets over te vinden, omdat de motie over ons gaat. Dus wij willen wel aan toezeggen dat het de situatie is ontstaan, dat we dat een hele vervelende situatie vinden. En wij willen dat eigenlijk graag op een goede manier toch oplossen. Helder. Wie mag ik het woord geven? De heer Assing. Mm. Dankjewel, voorzitter. Ik mag erbij zeggen dat ik ook spreek namens het CDA. We hebben een korte schorsing gehad en naar de motie gekeken. En we hebben dan maar een korte opmerking hebben wij daarover. En het gaat erover uit de wethouders.
hebben de burgemeester niet ontslagen. Ze heeft zichzelf ziek gemeld. En daarnaast, voorzitter, zijn wij uitgenodigd en zijn wij morgen vanaf 4:30 op bezoek bij de kabinetschef in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. En dat is alles wat we van gaan zeggen. Klopt het dat wat afgelopen dinsdag gezegd werd dat in dat gesprek dat alle vier de fractievoorzitters tegelijk geïnformeerd zouden worden, dat dat de bijeenkomst van dinsdagmiddag was? Klopt het dat de fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen al eerder wisten wat er speelde en wat er ging gebeuren? Als wij een telefoontje krijgen, dan weet ik niet of er al meer mensen gebeld zijn, ja of nee. Daar zit geen tijd bij. En er wordt tegen mij niet gezegd, jij bent de eerste, de tweede, de derde of de vierde. Mijn vraag is, en dan wil ik het best concreter stellen, voorzitter, waren de fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen al voor dinsdagochtend 9:00 of 8:30 op de hoogte van de plannen die er waren in het kader van de ontwikkelingen rondom de voorzitter van de raad? De heer Assel. Kort, nee. Mevrouw Bijens? Nee. Meneer Van der Brand? Dank voor de antwoorden. Was u op het hoogte dat het op korte termijn dit zou gaan gebeuren? Dus niet of het dinsdagmorgen om 9:00 bij u bekend was. Was u op de hoogte dat dit op korte termijn zou gebeuren? Want ik voel me als lid van deze gemeenteraad zeer gepasseerd dat ik op geen enkel moment ben geïnformeerd door het college dat de samenwerking op een of andere manier niet correct verliep. En dan ben ik nieuw, ik ben naïef, ik ben onervaren. Alles wat u me wilt benoemen maakt me niet uit. Maar ik had toch op enig moment graag een signaal gehad dat er ergens iets in de samenwerking haperde. En dat is mij blijkbaar ontgaan. En als u kunt aangeven wanneer u dat gedaan hebt en het mij, dat ik het niet heb opgepikt, dan hoor ik dat heel graag. Dank u. Het eerste deel was volgens mij een vraag aan mevrouw Bijens en de heer Assing, zoals ik hem geïnterpreteerd heb. Wil iemand van u beiden daarop reageren of iemand anders? Meneer Assing. Ik heb net antwoord gegeven, daar blijf ik bij, voorzitter. Mevrouw Bijens ook. Ja, precies zo. Goed, dan denk ik dat wij over moeten gaan naar de besluitvorming. Meneer Van der Brand? Ja, voorzitter. Als indiener van de motie wil ik nog één opmerking maken. Als dank voor de antwoord die we gekregen hebben. Dat ik het zeer betreur dat er gigantisch tegenstrijdige opmerkingen zijn gemaakt en antwoorden tussen dinsdag 6:00 en nu. En ik zou graag de motie van afkeuring gemeente Haar in de stemming willen brengen. En verzoek u vriendelijk om een hoofdelijke stemming. Dank u wel. Dat kan. Dan kijk ik naar de griffier bij het stemcijfer en dat was de heer Johan van der Brand. Voor. Mevrouw Das. Tegen. De heer Gerritsen. Tegen. De heer Van Ginneken. Tegen. De heer Van Iersel. Tegen. De heer Den Ouden. Voor. De heer Van Poppel is afwezig. Mevrouw Van Schijndel. Voor. De heer Scholzen. Voor. De heer Van Sprang. Voor. De heer Stark. De heer Stark. Voor. De heer De Wet. Tegen. De heer Assink. Tegen. De heer Barends. Tegen. Mevrouw Bijens. Tegen. Dan is de motie verworpen met 8 stemmen tegen en 6 stemmen voor. Goed. Dan wil ik overgaan tot de sluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng en bijdrage. De heer Assing, wil nog een mededeling? Ja, mag ik nog iets zeggen? Ik wil u danken voor de leiding van deze raadsvergadering. Het is mij zeer graag gedaan. Ik sluit u bij de